Lekker zo niet, hè. Ik ben hier vandaag weer terug met de quest. Vorige aflevering ben ik hier. Oh, ik ben gebleven. Ja, ik ben hier eigenlijk best wel goed onderweg met de quest die ik heb. En ik wil deze aflevering waarschijnlijk de grade van dit eiland af proberen te halen. Ook vanwege dat het, dat de enige portal nog is die over dit eiland zit. Maar voordat ik dat kan gaan doen, moet ik natuurlijk wel eerst zo'n bom hebben. Ik weet niet of die toevallig hier al staat. Ja, die staat hier. Mooi. Okay. Dit is voor de knights. Die kunnen we natuurlijk ook best wel goed gebruiken. Zou ik hier nog genoeg aan hebben? Ik zou het niet weten. Nee. Daar heb ik nog wel wat meer geld voor nodig. Nou, we hebben ook nog behoorlijk wat vuurballen hier natuurlijk nog staan. Dus dat komt ook helemaal goed. Okay, nu zou ik wel genoeg coins moeten hebben. Maar ja, ik wacht er wel even mee, denk ik. Of nou ja, misschien toch wel beter om die bom nu alvast te maken. Nou, dat is in ieder geval de bom. Dus daar kunnen we eigenlijk in principe deze nacht al gelijk gaan aanvallen. Voordat ik dat natuurlijk ga doen, moet ik natuurlijk eerst die knights nog even een beetje coins geven. Oké, okay, ik ga nog wel even wat coins natuurlijk meenemen. Want met zoveel coins kan ik natuurlijk niet echt wat. Ik weet natuurlijk ook niet of die knights helemaal vol zitten. Hoe komen ze van de rechterkant ook mee? Die aantal knights. Daar zou ik nog wat weer geld mee moeten nemen. Oh, het begint te sneeuwen. Dus nu is het sneeuwtijd aan het worden. Maar dat is in principe geen probleem, want ik heb even opgezocht of dat toevallig een heel groot probleem is, maar blijkbaar niet. Want de winter die is nu niet eindeloos meer. Wat het eerder wel was. Oké, ik denk dat ik nu wel even genoeg coins heb. Misschien dat er toch nog wat zijn die nog een coin hier of daar hebben. Ik zou het namelijk niet weten. Dat dacht ik al. Ik ga nu weer even helemaal deze kant op, dus dan wachten we wel even de nacht af. Totdat de aanval weer is geweest van de Great. En dan kunnen we gelijk, de aanval inzetten.
Oh ja, nu willen ze juist dat ik ga. Ik denk nog wel een beetje dat ze dat moeten gaan fixen, denk ik. Ja, de Great komt natuurlijk binnenkort. Dus ik denk dat ik hier een beetje ga wachten of zo. Oh ja, daar komen ze al aan. Nou, dat was de aanval weer. Verder dat dan weer dan goed ging. Dus hier ben ik de hele nacht nog om dan naar die portal te gaan. Nou ja, die dice zit in ieder geval vol met coins. Hè. Volgens mij zit die portal echt hier al. Maar ik ben natuurlijk ook nog even wachten tot het die bom erbij je staat. Anders krijg ik natuurlijk nog niks. Let's go. Oké, dus de eerste is weg. Zo. Er is nog wel een aantal coins wat te zien. Zo, dat is nog een minder. Kijk. Zo, even een hapje eten ondertussen.
Let's go. Caving in. Stories have begun. The monarch has secured the kingdom. These plates. 15. Dat zijn er best wel wat kriet. Ook precies allemaal eetjes. Range 2. Coin spent. Zo een bolk wat. En sessies 20. Oké. Okay. Arches hired. Dan moeten er behoorlijk wat zijn in dit eiland. Ja, 124. Farmers 4, knights 8 en workers 13. Zo, pikemen die zijn dan ook 8. Er zijn al behoorlijk wat arches. Niet normaal. Ja, gewoon deze boom gaan slopen, ja. De kriet komt hier toch niet meer, dus Oh ja, er is ook een achievement dat je dan een acre of land moet Nee, dat je dan alle bomen op een eiland moet gaan slopen. Dus ik denk nog maar eens even gaan doen, nee. Dan kunnen we nu dan eigenlijk binnenkort naar een nieuw eiland. Dat zal wel chill zijn. Dus ga ik deze boom ook gewoon even weghalen. Ja, hier heb ik eigenlijk niks meer te doen. Dus het mag. Even twee knights naar de rechterkant toe hiren. Dan ga ik gewoon als achievement ga ik gewoon alle bomen weghalen. Oké, dat is wel genoeg. Ik hier de ja de watch house die staat er nog, ga ik ook wel even upgraden. Zo, toppie. De farmers zijn nu natuurlijk ook weg. Dat ze natuurlijk niet in de winter kunnen gaan farmen. Maar dat betekent niet dat ze geen geld hebben. Oké, hier staan ook nog twee bomen. Nee, ik laat ze nog niet de bot op. Laat ik daar maar even mee wachten.
Oké, dan moet ik ook nog die twee knights. Dan moet ik ook nog die verbeterde zwaarden krijgen. Geven. Dat is ook wel even verstandig natuurlijk. Zo. Nou, dan ga ik nu weer even naar deze kant toe om dus weer de bomen weg te halen. Hoppakee. Zijn dat dan alle bomen aan deze kant of zijn er nog meer? Nee, dus dat is allemaal top. Moet ik eigenlijk alleen nog maar naar de rechterkant toe om dus de rest van de bomen te halen. Zijn dit wel beestjes dan? Oh fuck. Oh shit. Run. Zo. Kom hier. Had ik niet verwacht dat er dan ook zoiets in het bos zat. Ja, dat kan gewoon hoor. Dat kan gewoon. Zo! Money! Ja, dat is ook een manier van geld verdienen, hè? Ga die bomen dan maar even weghalen, ja. Gelukkig zijn we geen artjes verloren, dus nou ja, niet dat het veel uitmaakt natuurlijk. Want ja, die wat is het? Een soort varken of zo, die ramt gewoon veel doorheen. Maar ik wist dus echt niet dat ze dat ook als wezen hadden gebruikt dan voor de winter. Is wel heel mooi natuurlijk. Oké, dat zijn dus ook alle bomen aan deze kant dan sterk weg. Huh? Waarom spant hij daar nog? Nou, dan mogen we heel vast de mensen de boot op. Oké, hier staan er ook nog allemaal mensjes. Maar ja, dat is natuurlijk ook waar, dat waren natuurlijk ook allemaal artjes.
Dus aan deze kant zijn ze dus ook allemaal weg. Ja. Easter Island, prestatio trailer. Ja, dat is precies de prestatio waar ik het over had. Dat is gewoon alle bomen weghalen. Dan kan ik nu zeggen dat we gewoon van dit eiland afgaan. Ja, ik heb genoeg coins. Zoals je kunt zien. Dus ja. Veel is er eigenlijk niks niet meer op dit eiland te doen. Dus dat gaat gewoon naar het volgende eiland worden. Nou, dan gaan we gewoon nu naar die boot toe en dan is het prima. Iedereen op de boot, dan gaan we er gewoon door. Komen de twee hermits dat ook goed aan. Wilt expand in die vent. Dag 51. Pff. Maar ja, we zijn er natuurlijk nog niet. Maar ja, op het eerste eiland moeten we natuurlijk ook nog dat portal slopen. Maar ik denk dat we gewoon eerst naar het vierde eiland toe gaan. Vind ik toch wel wat beter. Kijk, laten we alvast een kleine stap gaan beginnen. Oh, wacht. We hebben hier alles nog. Oh ja, dat klopt. We zijn hier natuurlijk ook al eens een keer bezig geweest. Dus ik ga gewoon aan deze kant ook gelijk een bakkerij maken. Zo, ik zeg gewoon 6 bulders, vind ik wel prima. Maar wel super fijn dat die ja, de mensen die gerecruit zijn, dat is gewoon teruggaan. Of terugkomen. Maar ja, het sneeuwt natuurlijk nog wel steeds. Is dat wel nog een beetje een probleem als ik dan niet genoeg geld ga hebben. Maar ja, soort varken is het. Geeft ons nog behoorlijk wat geld, dus dan moeten we dat ding maar eens een aantal keer gaan slopen of zo. En we hebben natuurlijk ook nog heel wat bos op weg te kunnen halen. Maar dan laat ik het hierbij. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like, nou, en dan zie ik volgende keer weer. Later.